dat hij ziek werd. Guido, je bent arts. Als ik dan hoor handen wassen, is dat voldoende? Nou, niet alleen handen wassen. Je moet alle contact eigenlijk gewoon vermijden. Geen mensen zien, eigenlijk. Zien is niet zo. Hey, je moet ze niet aanraken. Eigenlijk moet je niet te veel handen schudden. En als je het wel doet, dan moet je gewoon direct ook weer je handen gaan wassen. Als je etensproducten hebt, dan moet je je handen wassen. Als je naar de toilet gaat, wat niet je eigen toilet is, moet je ook je handen gaan wassen. Maar als het je eigen toilet is, moet je handen wassen, toch? Ook. Maar dan heb je, weet je, dan heb je niet besmettingsgevaar van anderen. En dat is het gevaar. Wat is dat norovirus? Eigenlijk is het wat we hier noemen buikgriep. Oh, en als je buikgriep hebt, dan krijg je eigenlijk braken, diarree. Dus je hele maag-darmstelsel gaat over de kop. Maar het feit dat zij nu zeggen 1200 bewakers moeten binnenblijven in kennelijk caravans. Want ik zag allemaal caravans staan in min 8 graden Celsius nu in Seoul. Die moeten dus binnenblijven. Ja. Is dat de maatregel die je kan snappen dan? Of is dat overdreven? Nou ja, eigenlijk willen ze het gewoon de besmetting willen ze gewoon inperken. Als mensen daar van de beveiliging besmet zijn, dan willen ze zorgen, nou weet je, dan zorgen we dat we die daar neerzetten. Het kan zich niet verspreiden. En dan is dat in ieder geval gezekerd. Want als je het steeds verder gaat verspreiden, en die geeft het weer aan die, en die geeft het weer aan die, en die wordt niet meteen ziek, maar die gaat het weer doorgeven aan anderen, dan is het niet meer te controleren. Maar ja, aan de andere kant, je zegt, ja, je moet elkaar niet aanraken. Als je binnenkomt en je wordt gefouilleerd en mensen voelen alles aan. Ja, die wordt constant aangeraakt, ook als je het niet wil. Ja, dat klopt. Dus? Maar als je het al op je mouw zit. Ja, en doe jij één keer zo en daarna doe je zo op je neus. Ja, precies. Dan moet je je handen weer wassen. Oh, maar er zijn ook sprays. Ze kunnen ook sprays gebruiken om te desinfecteren. En dan heb je ook weer je handen schoon.